Weet u wat er is gebeurd aan een schommelkamp in Zuidwijk? Ja, dat heb ik gehoord hè, op het nieuws en gelezen, achteraf in de krant. Dat er een grote ontploffing is geweest, maar de oorzaak van die ontploffing weten zij nog niet. Wat doet dit eigenlijk met jou als Rotterdammer? Dat is wel, schud je wel echt even wakker. Ja. En zeker zo'n buurt vlakbij waar je bent opgegroeid als kind, weet je wel, die zo veilig was. Wat ik vreselijk vind is dat gewoon levens zo abrupt kunnen aflopen. Ja. En ook het besef dat het ons allemaal kan gebeuren op wat voor manier dan ook. Het is best wel heftig, want vooral het feit dat er ook nog mensen vermist waren en zo. Het feit dat dat hier gewoon gebeurt en dat het zo lang heeft geduurd is wel... Het is best wel heavy, ja. Nou ja, het is vreselijk voor de mensen die dit overkomt. Ja. Hè, dat je ook je familielid ook bijna niet eens kunt terugvinden. Dat is echt vreselijk. En de meeste mensen echt heel veel sterkte de komende tijd. Ik voel mee met de pijn van de nabestaanden. Met de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Ja. Als steun voor de mensen in Zuid. Vooral voor de mensen die iemand hebben of familie hebben die is vermist of die gewond is geraakt. Blijf sterk, hou je community dichtbij en ja, blijf sterk. Veel sterkte, wens ik ze toe. Want dit zijn natuurlijk situaties waar we niet op zitten te wachten. Maar wat met de laatste tijd dus gewoon om de havenklap dus gewoon simpelweg gebeurt. Nou ja, heel veel sterkte en we hopen in ieder geval dat... dat wat ze vinden van die mensen, dat zo snel mogelijk kan gebeuren. Ja, het is gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En daarvoor mijn medeleven en vooral aan de nabestaanden van de slachtoffers. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen elkaar blijven steunen. En dat wij, ik ben dan geen medeburger meer, maar wel mens, medemens. Ja, dat we die mensen ook steunen.